De grootste brand was bij dit winkelcentrum. Deze kledingwinkel is helemaal verwoest. In totaal hebben de meisjes 7 branden gesticht. Vooral in en rondom het winkelcentrum. De eerste branden konden snel geblust worden door mensen die in de winkels werken. Maar bij de laatste brand in de kledingwinkel lukte dat dus niet. Bij die brand raakten ook woningen boven de winkels beschadigd. Niemand raakte gewond bij de branden, maar bewoners zijn erg geschrokken. De brandweer was net aanwezig eigenlijk. En ja, ik denk niet dat iedereen het al meteen door had hoe erg het was. Laat ik het zo zeggen. Maar als je dan buiten komt en dan ziet wat er, hoe erg het is, dan begin je wel te schrikken. De 2 meisjes werden al snel opgepakt. Ze hebben zaterdag de hele dag met de politie gepraat. Het zijn vriendinnen en ze kennen elkaar van school. Maar over de meisjes is verder heel weinig bekend. Omdat ze zo jong zijn, wordt er weinig over ze naar buiten gebracht om ze te beschermen. De advocaat van de meisjes heeft wel gezegd dat het niet hun bedoeling was om een grote brand te stichten. Ze hadden vakantie en verveelden zich, zei hij. Volgens hem zijn ze erg geschrokken van wat er is gebeurd. Stel, je doet iets wat volgens de wet niet mag en je wordt hiervoor ook opgepakt. Dan word je meegenomen naar het politiebureau voor een verhoor. Mag je je jas uitdoen voor mij? Mag je ook gelijk jouw schoenen even uitdoen voor mij? De politie schakelt dan ook bijna altijd de Raad voor de Kinderbescherming in. Zij sturen iemand langs die met jou gaat praten. Nou, we gaan eerst kijken hoe is het nu met jou. Je bent aangehouden, best wel heftig is dat. We gaan kijken wat voor hulp heb je nodig. Heb je nog medicijnen? Heb je al met je ouders gesproken? En ze willen meer over je te weten komen. En daarna bellen we ook jouw ouders, we bellen jouw school. We kijken inderdaad of er nog hulpverlening om jou heen is. Of mensen die belangrijk voor jou zijn en die bellen we ook. Die informatie is heel belangrijk voor de Raad voor de Kinderbescherming. Nou, omdat de mensen die dicht bij jou staan weten hoe het met jou gaat en wat jij misschien nodig hebt om te zorgen dat je het niet nog een keer doet. Vervolgens schrijven ze een advies aan de kinderrechter. Daarin staat welke straf het beste voor het kind is. En die straf is anders dan straffen die volwassenen krijgen. Nou, omdat kinderen ook nog kinderen zijn, dus die doen dingen die verkeerd gaan en daar moeten ze van leren. En vooral dat ze kunnen leren daarvan en dat ze hun gedrag kunnen aanpassen, dat is voor ons belangrijk. Omdat ze dan ook als volwassenen niet meer die fouten maken. Een voorbeeld van een straf kan zijn dat je op een soort cursus moet. Soms kan het zijn dat je nog moet leren hoe je bijvoorbeeld moet omgaan als er iets gebeurt, dat je dan niet altijd meteen agressief reageert. Dus dat je dat gaat leren. Of je kan een taakstraf krijgen. Dan moet je bijvoorbeeld een tijdje meehelpen in een verpleeghuis of rommel op straat opruimen. Maar kinderen en jongeren kunnen ook een gevangenisstraf krijgen. Het zijn wel echt gelukkig de uitzonderingen. Maar we kijken ook vooral wat heb je dan nodig. Dus soms kan het zijn dat je even naar de jeugdgevangenis moet. Dus een speciale gevangenis voor kinderen. Maar we kijken daarnaast ook van welke hulp heb jij dan nodig.